Pubers, als ze geen selfies staan te maken, dan staan ze wel naar zichzelf te loeren in de spiegel. Maar waarom zijn ze zo gefascineerd door hun eigen uiterlijk? Ik ben Max, student biologie en mijn grootste interesse is het puberbrein. Waarom denken pubers wat ze denken? Waarom doen pubers wat ze doen? Dat zoek ik uit in het geheim tijdens mijn bijbaantje op het Koning Willem-Alexander College. Het enige waar pubers mee bezig zijn, is met hun eigen uiterlijk. Net als vogels in het broedseizoen poetsen ze hun veren op en dansen ze opgewonden om elkaar heen. Op zoek naar wat? Aandacht? Erkenning? Hoe zorgen ze ervoor dat ze gezien worden? En door wie willen ze eigenlijk gezien worden? Dat onderzoek ik vandaag. Ik sta hier op de perfecte locatie om te kijken hoe een puber zich klaarmaakt voor een lange dag school. En je zou denken dat jongens geen make-up dragen, maar ze zijn bijna net zoveel met hun uiterlijk bezig als meisjes. Oké, ik ga even een goed plekje vinden om die camera hier te verstoppen. Ik denk dat ik hem zo... Oké, ik ga hem hier aan vasttapen en hopelijk hebben we een goede vangst. Zou ik het doen, denk je? Stipjes zetten zodat het lijkt dat ik me scheer? Ja, ik zal het doen. Ja, waarvoor niet? Wat vind je van mijn poses? Ja, ik vind het wel cool. Lijkt het een beetje? Ja, top, top. Nog eentje? Yes, top. Voor jongens is een mannelijk en een stoer uiterlijk een manier om aandacht te krijgen. Dus baardgroei en een ontwikkeld lichaam, nou ja, dat wordt aantrekkelijk gezien. Maar hoe zit het eigenlijk bij de dames? Vinden zij zichzelf ook net zo fascinerend? We gaan erachter komen. Echt, ik word helemaal gek van die eyeliner. Oh mijn god, er groeit de tweede kin. Niet aanzetten, dan krijg je een krater ervan. Oké, conclusie. Voor jongens en meisjes geldt eigenlijk een beetje hetzelfde. Ze trekken zich gewoon heel erg op aan hun rolmodellen en influencers. Weet je wat, het is echt zeer hop. Dat je dus in de toekomst, dat je dan gewoon real life Photoshop hebt, hè. Dat is toch veel makkelijker? Oh, maar hoe dan? Dat je gewoon wakker wordt en dat je gewoon een filter kan kiezen, hè? Dat je gewoon vandaag... Nou, vandaag heb ik zin in levendig warm. Of Ice Queen. Of whatever. Maar waarom doe je niet gewoon meteen Selena Gomez over je face heen zetten? Want zij is echt... super mega knap. En ik niet, of zo. Ja, maar niet zo knap als Selena Gomez. Nou, ik ben toch eigenlijk liever mezelf, eigenlijk. Of... Nee, misschien ben ik toch eigenlijk wel liever Selena Gomez. Eigenlijk. Ja? Ja, maar natuurlijk ben ik super duizend keer veel liever Selena Gomez dan mezelf. Ik bedoel, als ik 's ochtends in de spiegel kijk, dan schrik ik echt door van mezelf. Huh? Waarom? Ja, ik denk natuurlijk, waar is Ilona? Snap je? Zeg, nee, niet echt. Lijk je niet op jezelf of zo? Nee, maar mijn gezicht zonder make-up, dat lijkt echt niet op wie ik echt ben. Zo irritant eigenlijk. Pubers wordt al vroeg geleerd dat uiterlijk belangrijk is. Als je kijkt naar al die prachtige gefotoshopte plaatjes op Instagram, op al die social media's. Ja, die pubers hebben het gevoel dat ze zelf ook aan die gefotoshopte werkelijkheid moeten voldoen. Hun kleding, hun haarstijl, hun schoenen. Het zijn feitelijk gewoon uniformen die zeggen, ik hoor bij jou. Hoewel de puber denkt uniek en eigen te zijn, is die eigenlijk wanhopig op zoek naar erkenning om erbij te horen. Vond je dit een interessante video? Gooi dan even een duimpje omhoog en vergeet niet te kijken naar de volgende aflevering van Max in het Wild. Tot volgende week.